Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar met name in het oosten en zuidoosten van het land komt nog bewolking voor. En de rest van het land zijn al flinke zonnige perioden. In de loop van de ochtend gaat ook in het zuidoosten de zon doorbreken. Aan het eind van de ochtend kan daar misschien al een eerste bui vallen, maar met name later vanmiddag en in het begin van de avond kunnen er in het binnenland een aantal buien ontstaan, mogelijk ook met een klap onweer. Aan de kust wordt het zo'n 24 of 25 graden, verder landinwaarts 27 tot lokaal 29 graden, met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm, nog steeds kans op een regen- of onweersbui, maar later in de avond wordt het geleidelijk aan droog. Morgen hebben we opnieuw zonnige periode, maar ook in de middag een aantal regen- en onweersbuien, waarschijnlijk iets meer buien dan vandaag. Het wordt ook een fractie minder warm, zo'n 24 tot lokaal 27 graden, met een matige noordoostenwind. Op de zaterdag draait de wind naar zuidwest en dan gaat het langzaamaan weer minder warm worden. De middagtemperatuur daalt in de loop van het weekend naar 23 graden. Verder blijft het aan de wisselvallige kant met een aantal buien, maar tussendoor ook van tijd tot tijd zon. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl